Oké, jullie hebben het al gezien. Maar hier zitten de jongens van Criss Cross Amsterdam. En jullie zijn net klaar met jullie set. Hoe ging het? Yeah, it was crazy. I love it. I love the audience. Crazy. Everybody was out of his fucking mind. It was crazy. I love it. Oké, en nou in Nederlands voor onze minder begaafde kijker. Ja, was leuk. Het was echt te gek. Ja. Tweede jaar, gek huis. Vorig jaar was het ook echt dakker af. En moet ik ook gek gaan doen? Nee. We zijn geen jeugd tegenwoordig. We zijn Criss Cross Amsterdam. Criss Cross Amsterdam. Praat gewoon op deze. Vanavond even Criss Cross Nijmegen. Hij was even de jeugd tegenwoordig. Mag wel, weet je. Was een kleine jeugd van tegenwoordig referentie. Mm-hmm. Op Lowlands, kijk, dat interview was gezellig. En het was eigenlijk de bedoeling dat hij hem over zou nemen, maar dat deed hij niet. Hij ging niet me. Zo goed, hè? Hij nakte me. Je moet hem even opzoeken ook. Even wachten, Sander. Jij is zo jouw beurt. Even onhold nou, hè? Online, maar goed, het is echt heel grappig. Ja? Maar of wij het moeten doen, jij kunt het een keer overdoen. Ja, ik weet niet, ik ben altijd wel heel erg pro-originaliteit, maar... Kom op, opnieuw beginnen. Okay. Ik ben hier met Criss Cross Amsterdam, zijn net klaar met een set. Daar gaan we. Ik ben hier met Criss Cross Amsterdam. Hoe ging het vanavond? Yeah, it was crazy. The crowd went out of his mind. Don't you think? Yeah. About all the models, I see a model there, you click like your model, I really like you. Yeah, the model's hair is walking off dance, pretty boy. Luister, ze eerbetoon aan de jeugdvertegenwoordiger. Dank jullie wel voor dit fantastische interview. Bij deze shout-out naar jeugdvertegenwoordiger. Maar on a more serious. Zullen we gewoon weer helemaal opnieuw doen? Kan je kiezen wat je nog Nog een keer, mijn hele mooie... Ik vind het eigenlijk wel mooi geweest, jongen. Jullie vragen wel heel erg veel van me. Maar ik weet inmiddels, het was leuk dus vanavond. Ik hoorde dat jullie afsloten met jullie hits, met onder andere Maan. Dat zijn allemaal Nederlandstalige hits. Hoe is dat gegaan van Engels naar Nederlands? Google Translate, ja. Nee. Nederland is gewoon ons land. En we vinden het gewoon heel tof om een Nederlands nummer te maken. Op een gegeven moment zaten ze met elkaar, moeten we niet gewoon een Nederlands nummer gaan maken? En dat is eigenlijk een heel klein idee. En helemaal niet heel ingewikkeld. Toen zeiden we van, fuck it, we gaan het gewoon doen. Laten we onze Matties vragen. Maan kennen we al, Tabitha kennen we al en Bissy. Mm-hmm. En toen zijn we met elkaar de studio ingedoken. En toen hadden we dit nummer gemaakt. En toen dachten we achteraf van, dit is wel heel tof. Yeah. En toen hebben we hem uitgebracht. En dat bleek echt een bop te zijn en een groot succes. En toen dachten we van, mensen vinden het zo leuk. Laten we meer Nederlandstalige nummers maken. Mm-hmm. Tot de maan en verder dus. En hoe zit het dan in de toekomst? Nederlands, Engels, waar gaan we heen? Oké, onze volgende plaat die komt 26 juli uit. Mag niet zeggen met wie? Ik zeg... Geheim, jongens. Het is Nederlandstalig. Nee, Engels. Oh, in Nederlands, ja. Nee, Nederlandstalig. Oh. En daarna komt een Engelstalige plaat. En daarna weer Nederlands. Dus we gaan het een beetje variëren. Ja. Maar we vinden Nederland zo tof. En we komen op plaatsen waar we nog nooit zijn geweest. Ja. Zoals ook in het bruisende Nijmegen, ja. Hè? Het was hier echt te gek. En het is leuk dat de Nederlanders weer domineren in de top 40. Ja. Het was gewoon een tijdje alleen maar Amerikanen, Justin Bieber. Ja, hij lult er gewoon doorheen, hoor. Doet hij altijd. Vind ik niet Ed Sheeran. Wel een beetje en nu een is gewoon weer Marco Borsato is terug. Mm-hmm. Met Davina, Criss Cross, Maan, Tabitha, Bissy. Dus Nederland, you rock. Ja. Wat ik wil zeggen. Nederland is het festivalland ter wereld. Hè. Volgens mij is er nergens in de wereld zoveel festivals per vierkante kilometer dan hier. Ja, dus weet je, dus elk dorp heeft een festival. Wandelende Wikipedia dit, hoor. Ja. Ik ben blij dat jij de feiten paraat hebt, want van mij gaan ze niet komen. Maar jullie vertelden al, jullie zijn al een keer in Nijmegen geweest, vorig jaar volgens mij. Hoe vond je dat? Yeah, last time it also was crazy. I love it. The people... crazy lifestyle. Oh, you heard it, it's crazy. Yeah, always. The Nijmeegse 4 days are super crazy. Yeah. People walking and partying like crazy. I love it. Kijk uit, straks ga ik zelf nog Engels praten. Wij kijken dus, als wij gaan toeren, altijd dat filmpje. Mm-hmm. We hebben het er nu al 10 keer over gehad, maar hieronder gaat een linkje komen naar dat filmpje. Oh, en dan begrijpt iedereen waar we het over hebben. En die gasten zijn briljant. Rick, make it work. Hij gaat zo direct. Zo, ik kan niet meer praten. Hey, nou, zo meteen. Hey, you model girl. Model. Oh ja, hij heeft het al gedaan. Model, come please, model. Yeah, click clack, I'm taking a picture. Yes, click clack, come model girl. Ik vind het helemaal leuk hier, jongens. Gezellig. Mag ik nog wat langer blijven, of niet? Nee, hebben jullie vanavond nog plannen of moeten jullie meteen door? Nee, we gaan hier heel lang blijven. We gaan hier de stad in, we gaan naar de kade straks.
En we gaan hier tot 6, 7 uur 's ochtends verblijven. We zoeken nog een slaapplek. Dus als je iemand kent met een kamertje open. Je mag bij mij in bed kruipen hoor, schat. Ja, ja, zeker. Een regenachtig zolderkamertje in Nijmegen. Niet eens, niet eens. Echt veel erger dan dat je je kan voorstellen. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Nee, maar ik ben benieuwd en niet liegen, hè, want ik weet jullie te vinden. Ja. En nou ja, ik hoor net, we gaan hier een feestje bouwen nog de rest van de nacht. En dan dankjewel voor de tijd. Ik heb genoten.